Mijn naam is Jeroen Aerts. Ik werk voor Imagem Benelux. En het zit in Apeldoorn en in Capelle aan de IJssel. We houden ons bezig met GIS, geografische informatiesystemen. Change detection is bijvoorbeeld daar een onderdeel in wat we doen. En locatie intelligentie, even in het Nederlands vertaal, maar location intelligence wat we aanbieden. In de waterketen doen wij veel werk. We hebben ook samen nu met waterschap Huns en Aas een presentatie. Dat wordt dus nu verzorgd. Mm-hmm. Waar de presentatie over? Change detection onder andere, met 3D puntenwolken. Dat is heel, heel technisch. Het komt er eigenlijk op neer dat je beeldmateriaal van verschillende periodes handig met elkaar kunt vergelijken en kunt gaan kijken waar een verandering heeft opgetreden. Okay. Dus dat is best wel mooi om te zien en ook heel krachtig om te gebruiken. Nou, en we hebben zelf ook een presentatie gedaan over locatie-intelligentie. Ja. Waarbij we dus zeggen dat, mooi hè, we hebben de geografie, GIS. We presenteren heel veel geografische informatie. Hè, daar zijn we allemaal sterren in. Mm-hmm. En wij zeggen van nou, we willen een stap verder gaan door ook de organisatie-informatie te betrekken. Ja. En dat wordt in een beetje een volksmond business intelligence genoemd, hè, BI. Mm-hmm. Dus wij zeggen van we pakken die BI ook op en verbinden dat echt met die GIS, met die geografie. En dan gaat de data gaat nog meer tot de verbeelding spreken en dan kun je nog beter analyses doen en bijvoorbeeld trends ontdekken in je data. Dus water, gebieden, terreinen, maar ook sensoren. Ja. En dat heeft dan vooral te maken met luchtkwaliteit in dit geval. Het zou ook met waterkwaliteit kunnen, maar daar heb ik nu nog geen voorbeeld van. Maar sensoren in het veld, we krijgen er steeds meer, wordt steeds belangrijker. Dat we eigenlijk gewoon as is, nu, real-time, kunnen zien, aflezen hoe het ervoor staat. En of het nou waterkwaliteit is of luchtkwaliteit, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het mooie is, die sensoren, die informatie die continu wordt uitgegooid, hè, door die sensoren, die pakken wij dan op. Ja. En vertalen we naar in ieder geval een mooie kaart. Want ja, dat is belangrijk, vinden wij. Maar ook tot de verbeelding sprekende visuals. Bijvoorbeeld een bar chart, hè, staafdiagram, taartdiagram. Dat soort informatie, uitingen. Ja. Om het wat duidelijker over te brengen. Okay. Want data op zich is vaak tabellen en veel en lastig. Daarom is die kaart zo mooi. Want dan geef je het een kleur en een vorm. Ja. Maar als je ook nog met BI, bij wijze van spreken, daar een lijndiagram, trends kunt ontdekken, extrapoleren, dat soort zaken mm-hmm. kunt toevoegen, ja, dan heb je echt wat aan je data. Want volgens mij doen we te weinig met data. Okay. Sowieso een goed gesprek met een willekeurige bezoeker vind ik eigenlijk wel een geslaagde dag hebben. Ja, en waarom? Ik zoek de gesprekken ook wel op, dus ik loop ook wel rond. Ik ben samen met mijn collega hier, die is nu bij een presentatie aanwezig. Dus je moet een beetje op de stand blijven. Maar ik vind het echt geweldig om rond te lopen, met iedereen te praten. Ik ken ook wel veel mensen uit de waterindustrie. Sommigen zijn collega's geweest, anderen heb je ooit eens mee samengewerkt. Dus je komt sowieso heel veel mensen tegen. En vaak is het ook van, jij bent er ook nog, hè, dat idee. Laten we later eens een keer een bak koffie doen en een gesprek hebben. Ja. Dus, het is en inhoudelijk en het is ook meer van een soort van bewustwording. Van, dat bedrijf is er ook nog en daar moet ik eens wat meer mee doen. Ja. Mooi. Ja. Dankjewel. Nou, alsjeblieft.